Het Noorderpoort aan de Muntinglaan was vandaag gevuld met meiden van 10 tot 12 jaar. De leerlingen waren daar voor de Girls Day. Een dag waarop scholen over het hele land meiden enthousiast proberen te maken voor techniek. Hier op het Noorderpoort krijgen ze een voorproefje van de lessen die de school geeft. Floor, leerling aan het Montessori Lyceum Groningen, is wel geïnteresseerd in de technische wereld. Want techniek zie je immers overal om je heen. Zonder techniek kom je nergens. Bijvoorbeeld je fiets heeft techniek nodig om vooruit te komen. En dat soort dingen vind ik leuk om te ontwerpen. De leerlingen worden begeleid door meisjes die studeren aan het Noorderpoort. En dat zijn er op de technische afdelingen niet veel. Jasmina is één van die paar studentes. Zij vindt het belangrijk dat meer vrouwen in de techniek gaan werken. Er is veel werk in techniek, echt overal. Onze wereld die draait op dit moment om techniek. Je gaat met de telefoon heeft techniek, je computer heeft techniek, je werk is techniek. Dus er is altijd werk. En wij als vrouwen hebben ook werk nodig. En er is al genoeg overal voor de verpleging, voor kinderzorg. Maar er zijn niet genoeg technische mensen. En wij zijn als vrouw zijnde vaak wat beter in het priegelen. Dus het is allemaal priegelwerk en daar zijn ze hartstikke goed in en dat kunnen ze zien. En ik hoop dat ze daardoor geïnspireerd worden om dan te denken van hey, misschien is het niet allemaal zo mannelijk en zo vies. Techniek is dus veel meer dan in een met olie besmeurde overall aan een auto sleutelen. Siska de Groot, medewerkster aan het Noorderpoort, is onderdeel van de organisatie van de Girls Day. Volgens Siska is deze dag ontzettend belangrijk om de meiden te laten zien waarom we meer technici nodig hebben. Het leuke van Girls Day is dat we laten zien dat techniek eigenlijk overal zit. En dat dat niet iets is waar je altijd vieze handen van krijgt, maar dat techniek het in het dagelijks leven overal voorkomt. Zoals wij hier in feite ook staan met de camera en een microfoon. Dat is ook allemaal techniek. Maar als techniek toch overal op straat te vinden is, waarom is het dan zo belangrijk om de Girls Day te organiseren? Nou, op zo'n dag maken ze kennis met techniek in de breedste zin en ICT en procestechniek. Bij ons op school kijken ze hoe de lessen zijn, wat er allemaal gedaan wordt in zo'n les. En daarnaast gaan we ook een bedrijf bezoeken. Vooral die bedrijven zijn interessant voor de meiden. Daar kan je namelijk direct zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat en wat voor banen er te krijgen zijn. Floor heeft al een voorkeur waar ze naartoe wil. Naar Rode, want dan gaan ze een soort dingetjes maken die je in je hart doet, zodat de aders niet meer verstopt zijn. Ze heeft geluk. Floors groep gaat naar IMDS in Rode. Dit bedrijf ontwerpt katheters, medische buisjes om operaties mee uit te voeren. Hier kunnen de girls dus zien dat goede techniek levens kan redden. De leerlingen krijgen een presentatie waarna ze de producten zelf in handen kunnen hebben. Daarna leidt Loes, medewerker van IMDS en oud-student van het Noorderpoort, de leerlingen rond door het bedrijf. Leerling Floor vond het allemaal heel interessant. Wat bleef haar het meeste bij? Nou, hoe dit soort dingen misschien wel levens kunnen redden qua hart en bloed en zo. Hoe je de kalk, wat dan in je bloedvaten zit, hoe je daar doorheen kan komen met zo'n buisje.